Ja? En toen ik 12 jaar was, net zoals iedereen, je hebt een vader en je moeder, overleed mijn moeder. Als kind is dat een van de ergste dingen die je kan overkomen. En als ik dan denk aan deze dag, dan moet ik denken aan mijn moeder. Want slavernij en de afschaffing van slavernij heeft te maken met het verliezen van je moeder. Mama Afrika is waar we vandaan komen. En daarvan zijn we ontnomen als Afro-Surinamers, als Afro-Antillianen, Afro-Amerikanen. Jullie hebben je moeder verloren, jullie hebben er nooit meer teruggezien, maar jullie weten toch waar je vandaan komt. So if you're black and you're proud, please stand up and you love your mama. Please stand up, please, please. I said if you're black and you're proud, please stand up. Ja? Yeah? Oké, okay, dus voordat ik de Tere Embassy ga aankondigen, wil ik één ding voor jullie. En dat moet echt iedereen doen. We hebben net het plank over gehad. Mevrouw heeft dat perfect gedaan. We gaan kijken naar een toneelstuk wat over slavernij gaat. Je hebt allerlei vormen van slavernij. Vandaag is voor mij de transatlantische slavernij belangrijk. Maar slavernij bestaat tot op de dag van vandaag, ook in Afrika. Maar de reden dat we hier zijn, zoals mevrouw net zei, is door de kracht van onze ancestors. We are standing on the shoulders of giants. Dus als iedereen nog één keer wil staan en een applaus wil geven voor hun ancestors, then we can get it going. Make some noise, Amsterdam! Oké, welkom! Dames en heren, welkom, welkom, welkom. Ik ben geweten. Ik ben verleden, heden en toekomst. Ik ben even man als vrouw, als dat ik zwart als wit ben. Kracht en slim ben ik tegelijkertijd. Eigenlijk ben ik de machtigste man op de wereld. En eigenlijk ben ik ook helemaal niet. Oké. Weet je wat? Ik heb veel verstand van tijd. Niet de tijd van de klok, maar de beleving van tijd. Regentijd, tijden van droogte, tijden van zonsopgang, zonsondergang, de tijd van de maan hoog in de hemel, die voorspoed over onze gewassen voorspelde. De tijd van oogst. En de tijd van een man die uit het land van de blanken werd geboren en stierf aan een kruis. De tijd van hongersnood. En de tijd van mens en geest. Dit is het journaal van de ware belevenissen. Dit is het journaal van mens en geest. Amsterdam. 200 jaar na de afschaffing van wat het Rijk maakte. Hier en nu is het 2014. 2014 en in Amsterdam is het een dag van herdenking. De vraag is, hoe zijn wij zo rijk geworden? Goud! Goud is een gouden kind. Voor men nog notte tasten het aan. Goud overmeestert zelfs het recht van de sterkste. Welkom in de Gouden Eeuw. Dit is de stad waar de grachten belegd zijn met goud. Grijp dat goud. Maak jezelf de trotse eigenaar van een zwarte tulpenbol. Investeer je geld in een bol en koop een huis in de Gouden Bocht van Amsterdam. Investeer, muteer hem, dupliceer hem, integreer hem en verkoop hem door. En met een beetje geduld is die bol straks het dubbele waard. Het zal u voor de wind gaan. Het zal mij voor de wind gaan. Het zal de stad Amsterdam voor de wind gaan. Een toast, heren van Amsterdam.
muziek, dans! Dan het ruilen van producten voor geld. En in het ideale geval hebben alle participanten in deze zaak een voordeel bij. Neem nou bijvoorbeeld de slavenhandel. Men zou toch moeten inzien dat er voordeel is zowel voor de Afrikaanse volken als wel voor de slaven zelf, als wel voor de handelaren in het algemeen. Maar vooral is er voordeel voor de plantage zelf. Nadelen, die wegen niet op tegen alle voordelen. En op deze wijze kan men besluiten dat deze handel kan worden voortgezet zonder gewetensbezwaren. Want toen Noach ontwaakte uit zijn roes en merkte wat zijn zoon hem had aangedaan, sprak hij: vervloekt zij Kanaan, zoon van Ham. Knecht van zijn broeder zal Kanaan zijn, minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer. Genesis, hoofdstuk 9. Mijn schepen vertrokken uit de haven van Amsterdam en meer aan, als bakens van licht in het donker continent genaamd Afrika. Vredesnuiters, die Afrikaanse negervolken. Tenminste, dat is wat ik opmaak uit de rapporten van mijn scheepskapitein. Je zou denken dat het maar onnozele wezens zijn, maar al snel leren wij dat wij hun koningen als gelijkwaardige handelaars en vorsten dienen te beschouwen. En met ons cargazoen als koper, kralen en geweren met hun vorsten een gelijkwaardige ruil konden maken. Vier werelden en elk uit een verscheiden lucht genaken de godin en offeren haar vrucht. Uit de rechte eerbiedigheid, het goudrijk Amerika, het wijdheersende Azië, het leven voedende Afrika, het burgerlijke Europa, ontvouwen door die stad en gaven haar gunsten gedragen deze stad, die alle kusten kent, omzeild en bewandeld, met gele en zwarte moer en alle inheemse handel. Als bewindvoerder, generaal
en directeur-generaal voor de handel in slaven, is het mijn taak en plicht om jaarlijks 3000 slaven te leveren aan de Spaanse kolonies. In mijn naam worden zij op Curaçao bekeerd. En hier in dit mooie Amsterdam laat ik maar liefst 4 oorlogsschepen bouwen. En op 25 februari 1685 verkreeg ik Baltasar Kooijmans van de Spaanse kroon het octrooi, oftewel het asiento de negros. Een toast op deze gouden kans, op deze gouden stad, op deze gouden eeuw. Boos op de mensen die goudbergen hebben verzet. Goud is een rode kind! Oké, we vervolgen onze diaspora, de verspreiding van mensen uit Afrika. En we weren aan op Curaçao. Curaçao, een van de grootste opslagplaatsen. De ellendige omstandigheden van die oneindig lange reis. Het werd verwoord in een anoniem citaat. Te woord door een opvarende. Vochtig weer en stervend wind, belet hebben door de luchtgaten te openen, begonnen koortsen en rode loop de negers te plagen. Hun vertrek was ondraaglijkheid. De planken waren zo met bloed bevlekt dat deze arme mensen als het ware daarin zwommen. Vooral bij de zieken treedt dit dikwijls koudvuur in, zodat de barmhartige God en den dood toezend om dit leven van ellende te beëindigen. De nodige onderrichten voor slavenhandelaren. Ja, maak de slaven duidelijk dat ze niets te vrezen hebben. Dat blanken de negers alleen maar kopen om ze naar een land te voeren, ja, waar ze andere soortgenoten zullen ontmoeten en de landbouw bedrijven. Dat voorkomt veel oproer. En laat de kako af en toe dansen. Of bajaren. Ja. Let daarbij wel op dat de negers van de ene stam niet samengevoegd worden met de negers van een andere stam. Aangezien zij ook vijanden kunnen zijn. Zo kan het zo noodzakelijke vertier plaatsvinden zonder ongeregeldheden. Dan is het natuurlijk zaak de slaven te voorzien van voldoende frisse lucht. De stank die zich over een binnenplaats kan ontwikkelen is walgelijk. Zorg daarom voor open luiken, voor koelzeilen, voor buskruid in brand te steken. Je kunt je jeneverbessen branden of je kunt besproeien met azijn of limoensap. En dan de uitslippende schapen. Je moet natuurlijk schoon en zindelijk blijven. Hiervoor kunt u dan het beste de slaven gebruiken die een scheurbuik hebben. Laat hier het dek maar schrobben. De beweging is goed voor hen. En besmetting naar andere slaven wordt dan natuurlijk voorkomen. En dan voor het behoud van kwaliteit van voedsel is het noodzakelijk de etenswaren te roken met zwavel. Zodat al het ongedierte wordt afgedeerd. En men kan deze beroking 2 maal op hetzelfde voedsel uitvoeren. En dan de ziekte van het water. Dat is gewoon rottend water. En dat kan zeer schadelijke gevolgen hebben voor de bemanning. Dit kan voorkomen worden met enkele druppels van zwavel.
olie van zwavel of citroen. En een paar druppels is genoeg om het allemaal beter houdbaar te maken. Minder smakelijk dat wel, maar in ieder geval heilzamer. En dan natuurlijk, tot slot, het is van belang dat de handel alvorens het inladen met grote aandacht en oplettendheid wordt geïnspecteerd. Het is zeer bezwaarlijk als een slaaf die ziek is aan boord moet worden genezen. En bovendien levert een zieke, zwakke of gebrekkige of oude slaaf gewoon weinig geld op. Never ever. Ja, weinig geld. Verlies van winst. Kwalijke zaak voor de hebberige handelsgeest. Ik neem hem mee naar Suriname. De ondraaglijke rijkdom. De rijkdom van ondraaglijke bossen. Waar de goud, de kantandri, de groenhak, de parklak en de kostbare bruinhak groeien. Voor de jongen die vogels in. On est free man grand. Oula ma belle oufa. Afrique. Non man no baby sauté. Aki one day, a kati au poti. A kati wobo pa. Afschaffing van de slavernij in Suriname. En nog veel later. Een enorm verlies van bezit. Een slaaf was dus van waarde. Elke slaaf was van waarde. Een financiële waarde, tenminste. Die pestdruk aan de slaveneigenaren moest worden gecompenseerd. Door middel van de zogenaamde wisselbrief. Oh.
Weet dat zij bestaat. Nu, op dit moment, werken er wereldwijd 27 miljoen mensen onbetaald onder gedwongen omstandigheden. Nu, op dit moment, zit een man gebogen over zijn naaimachine. Hij werpt soms een blik tussen de barsten van zijn kleine raam. En hij beseft dat als hij de kans zou krijgen, dat hij zelf de kleding zou kunnen maken. Hij heeft kunnen verkopen. Maar hij weet niet of iemand weet dat hij bestaat. Slavernij is nergens legaal. En toch komt het overal voor. Nu, op dit moment, werkt er een jongen in een steenfabriek. Onder een dikke laag stof, zwetend in de hete zon, schept hij stenen de hele dag lang. Hij beseft dat als hij naar Schoten zou kunnen gaan, hij misschien een ander leven zou hebben. Maar hij gelooft niet meer dat iemand weet dat hij bestaat. Slaven werken op velden, in bordelen, in huizen, restaurants en mijnen. Slaven werken overal waar slaven-eigenaren hun hebzucht kunnen voeden. Hier op dit moment,
zit een jong meisje opgesloten in een bordeel. Ze huilt zichzelf in slaap. En soms stelt ze zich voor dat ze op een dag niet meer als een voorwerp, als bezit zal worden behandeld, maar als een waardig, als een volwaardig mens. Anno 2014 is de doorsnee waarde van een menselijke slaaf ongeveer $90. Vandaag de dag zeggen wij tegen die 27 miljoen slaven wereldwijd. Wij weten van jullie bestaan. Wij horen je. Wij zien je. Wij pleiten voor jouw waardigheid. 25 september 2012, president Barack Obama. Zometeen hebben we prachtige muziek op dat podium.